paardrijden met gehandicapte jongeren. Een idee ontstaan in Engeland waar mevrouw de Mol van Otterlo werkzaam was op een revalidatiekliniek. Het leek haar een leuke en goede manier om te revalideren. Vanuit haar passie voor paardrijden wilde zij vanuit het Zeehospitium waar zij werkte als fysiotherapeute ook hier in Nederland deze nieuwe vorm van revalidatie introduceren. Na een geslaagd experiment aan de Lozerlaan met 4 kinderen kon ze terecht bij de heer Lichtvoet in de bosjes van Peks, waar ze gebruik mocht maken van de aanwezige ponies. Het was 1965 en op 7 april richtte mevrouw de Mol van Otterlo de stichting Paardrijden Gehandicapten op. De stichting kreeg het voor elkaar om een vergunning te krijgen voor een eigen overdekte manege. Dankzij een jubileumgift van de miniatuurstad Madurodam stond er binnen 3 maanden een accommodatie van de Madurodam manege naast het reeds bestaande ponybedrijf De Wildhoef. In december 1986 werd door prinses Beatrix en prins Klaus de opening verricht. De Madurodam manege had nog geen eigen ponies, maar mocht de ponies gebruiken van De Wildhoef en als tegenprestatie mocht De Wildhoef in de vrije uren in de manege rijden. De ponies van De Wildhoef voldeden niet langer en na lang bedelen was er voldoende geld voor 10 stallen, 5 ponies en 5 paarden. De komst van de ponies en paarden betekende ook dat er veel meer werk te verrichten was. Voeren, poetsen, uitmesten en bijrijden. Dankzij de steeds aanvullende stroom vrijwilligers is het allemaal gelukt en kunnen we het 50-jarige jubileum vieren. In de loop van de jaren is er in de basis niet veel veranderd. De dag ziet er nagenoeg altijd hetzelfde uit. Eerst worden de stallen uitgemest. Dit is een vak apart en ervaren vrijwilligers maken zich elke ochtend hard om de paarden weer een fris bed te geven. Eerst wordt het grootste vel eruit geschept om er vervolgens weer heerlijk nieuw stro op uit te strooien. In de tussentijd mogen de paarden lekker vrij bewegen door de manegebak. Lekker rollen en stoeien. Daar komen ze niet geheel schoon uit, waardoor een goede poetsbeurt geen overbodige luxe is. Deze heerlijke massage met verschillende soorten borstels zorgt voor een ontspannen begin van de dag. Al snel komen de eerste ruiters en mogen ze via de brug of de lift plaatsnemen op de rug van hun trouwe viervoeter. De brug bestaat uit 2 houten podia waar je met een rolstoel op kunt rijden en de ruiter zonder veel moeite kan plaatsnemen op de paardenrug. De lift wordt gebruikt voor ruiters die niet via de brug op het paard kunnen komen. Als alle ruiters op het paard zitten, kan met de les worden begonnen en worden de spieren en het evenwicht getraind. De warmte van de paardenrug zorgt er op een natuurlijke manier voor dat de spieren ontspannen en de ruiters soepeler van het paard komen, zodat zij er weer een aantal dagen tegen kunnen. Daarnaast is het sociale contact en het genieten van een levend wezen dat voor jou loopt en kijkt net zo belangrijk als het fysieke element. De ruiters rijden afwisselend binnen en buiten. Binnen wordt gestapt, gedraafd en een enkeling galoppeert door de manegebak. Alles vaak ondersteund met gezellige spelletjes en oefeningen. Daarna is het bij goed weer heerlijk genieten in de bosjes van Peks, de wijk en de duinen, waar we diverse routes hebben die gelopen kunnen worden. Als dank voor hun dagelijkse inzet mogen alle paarden een aantal weken op vakantie. Met hulp van de koninklijke stallen worden ze naar een heerlijk groen weiland gebracht in Pijnakker, waar ze weer helemaal in hun element kunnen komen en in alle rust kunnen genieten en ontspannen. U begrijpt dat we met dit alles niet zonder onze vrijwilligers kunnen. Nagenoeg elke ruiter wordt begeleid door 1 en soms wel 2 of 3 vrijwilligers die hier uren, een middag, avond of dagelijks aanwezig zijn om dit alles mogelijk te maken. Alles onder begeleiding van gediplomeerde instructrices met ruime ervaring in deze bijzondere tak van de paardensport. Wij zijn daarom alle vrijwilligers en onze sponsors zeer dankbaar voor hun inzet. Want zonder hun is het niet mogelijk om dit geweldige idee, wat 50 jaar geleden ontstond, succesvol uit te voeren. En de ruiters die dit zo hard nodig hebben te kunnen bieden, wat hun het dagelijks functioneren,
vergemakkelijkt.